Pollinator. Een vogel ergens gevangen zoekt altijd een moment om zichzelf te bevrijden van de ketenen van de eigenaar, of althans vermeend eigenaar. Meneer de voorzitter, eigenlijk zoals eerder door mijn collega aangehaald, ik had het in mijn speech opgenomen, dat we beginnen met een minuut stilte. Een minuut stilte, niet voor Obed Kanapé. Vandaag ben ik een zaad uit degene die alles heeft kunnen overleven. Maar vrijheidsstrijd in Suriname. Strijd voor vrijheid. Een van de grondslagen van onze grondwet. 1 minuut stilte voor het feit dat we vandaag de vrijheid van onze burgers, van onze Surinamers, van zij die jarenlang bewust en onbewust achtergesteld zijn en jarenlang steeds moeten hebben horen in een krotus met de baka, dat ze heel veel zouden kunnen doen voor ze. De baka als blank, maar toen de baka ook als zij die hebben overgenomen in de autonomie van 1954, overname en uiteindelijk zoveel beloofd en niks daarvan terechtgekomen in de gemeenschappen van de Marons, van de tribale volken en de inheemsen. Ik vraag een minuut stilte, omdat ik zo meteen zal uiteenzetten welke onrecht rust in dit vraagstuk waar we het vandaag over zullen hebben. Welke onrecht er bestaat nog steeds op de dag van vandaag ten tijde van de regering van Tokie Drumsdijk. Welke onrecht, ongelijkheid en zoveel andere vormen van discriminatie en uitsluiting. Meneer de voorzitter, ik vraag uw college een minuut stilte, wat ik nu op dit moment heel graag zou willen kunnen. Ik zou je eens voorstellen, wanneer de wet goedkeurd is, dat we dat doen in plaats van dit. Ja? Oké. Dan is u heeft het nog mooier gemaakt. We hebben een moment om te kunnen bezinnen en terug te blikken. Een onrecht welk ik zal uitzetten in een bepaalde tijdlijn. Van onze autonomie naar de verschillende regeringen. Regeringen van Pengel, regeringen van anderen. Tot aan de regering van Tokie Brunswijk. Meneer de voorzitter, onrecht in de zin van ideologie. Onrecht in de zin van cultuur kunnen beleven. Onrecht in de zin van onderwijs. Want gelooft u mij, in het Alkaans gebied, toen onderwijs geïntroduceerd moest worden, meneer de voorzitter, hebben mensen moeten voortduren met de discussie als ze wel een God erbij willen hebben of zonder een God onderwijs genieten. En mensen zijn uitgesloten, omdat zij geen nieuwe God wilden aanvaarden in hun gemeenschap. Meneer de voorzitter, totdat je dissidenten had die de keuze maakten om toch onderwijs te genieten met een nieuwe God erbij. Meneer de voorzitter, onrecht in de beleving van je persoon zijn, je mens zijn. Meneer de voorzitter, onrecht in de zin van een taal niet beheersen, maar dat een gemeenschap, een bestuur ervan uitgaat dat alles wat je zegt vertaald moet worden naar een nieuwe taal en van daaruit zullen ze jou begrijpen. Onrecht in vele van de namen die de Okaner, de Saramakaner, de Quinti, de Matawai, heel veel onrecht in de namen die ze vandaag heden ten dagen dragen, omdat ze een andere taal spraken. En zij die administratief beheer hadden, bepaalden hoe de namen geschreven moesten worden in het systeem van nationaal bestuur.
In een systeem waar je vanaf het begin al bent uitgesloten, moet jij je gang weten te vinden. En dat heeft de inheemse gemeenschappen en de Maron gemeenschappen steeds gedaan. Als wij de cijfers van ABS moeten geloven in 1960, de jaren 60, dan waren er 37 Maron in Paramaribo. En vandaag, als we kijken naar de scholen in Paramaribo, in Walika, soms in Ikeri of Guadeloupe van Suriname, heel veel Maron jongeren. En maar dat heb je niet omdat de mensen zo heel graag zich willen vestigen in Paramaribo en het kustgebied. Het is die jarenlange uitsluiting die ook door ons constitutioneel hof wordt opgenomen van 35 plus jaar positieve discriminatie. Die positieve discriminatie heeft in niks kunnen resulteren. Het gaat over die wet. Niks in de zin van op onderwijs, niks in de zin van gezondheidszorg, niks in de zin van infrastructuur, niks in de zin van economie, in geen enkele vorm van economische vooruitgang. En daarom zal ik altijd terugkomen, politiek Suriname heeft altijd gefaald. En het faalt nog steeds. Vandaag ben ik erbij om het te ervaren, het te zien en het te verafschuwen. Daar gaan we aan boos aan. Als jonge opkomende politicus, ik schaam me diep om te zien hoe keuzes worden gemaakt, meneer de voorzitter. Om te zien de overwegingen die mensen maken om te komen tot een bepaalde keus, welke in het belang moet staan van de gemeenschap en welke in het belang staat van een kleine groep. Ik word ervan verziek. Soms denk ik, maar meneer de voorzitter, die emotionele kant, daar willen we niet zo snel op gaan. Laat ik voor een bepaald moment in mijn speech. Vanaf de autonomie van dit land tot onze onafhankelijkheid 1973, 1975, 80 Doron, Fetipsa, we zitten nu 2023. En de strijd om een beetje zekerheid voor artsen, voor onderwijzeressen of onderwijzers, of voor infrastructuur naar de gebieden. Alles heeft de Maron en de inheemse altijd voor zichzelf gedaan. En als mensen soms hier zo denigrerend aangeven dat deze gemeenschappen aan het bedelen zijn, het zijn nooit bedelaars geweest. Het is de politieke hypocrisie, discriminatie en corrumperen van hun geloof in zelf voorziening. Meneer de voorzitter, in zelfbeschikking. Want als deze gemeenschappen ons nationaal politiek niet hadden gejoind, laten we het zo gebruiken, meneer de voorzitter, was de ingang er niet om ze steeds voor te houden grondrechten, mina aleider zou het grondrechten komen. En het is steeds uitgebleven en het is altijd voorgehouden als kaas of als lokaas om vissen om te gaan, meneer de voorzitter. Daarom ben ik emotioneel op dit moment, omdat uiteindelijk houdt dit op te bestaan. Dat politieke partijen dit onderwerp gebruiken om de inheemse samenleving en de Maron samenleving te manipuleren naar de stembusgang. Dat ze dit niet meer hoeven te verduren bij campagnes of podia, uitspraken van leiders en al dat soort figuren, dat het ophoudt te bestaan. Dat de discussies in een politieke agenda over de Maron, dat daarin een verandering komt. De politieke agenda over de inheemse, dat daarin een verandering komt. Dat zij ook ruimte krijgen om een beetje te geloven in de Surinaamse politiek, want het is altijd gefaald.
Meneer de voorzitter, in het begin van de Suriname, ons nationaal politiek in het oostelijk gedeelte van Suriname, werd er pangis en palmtakkies uitgerold voor de leiders die kwamen. Vandaag, heden ten dagen, laten ze gaan. Dat is teken dat mensen niet meer geloven dat de politiek iets kan betekenen. Nou, een pangi nek wat kan er ook Taiwan die uit alle spekken, maar dat je wat dat op den pangi. Nooit meer. Meneer de voorzitter, vanaf de autonomie van dit land tot onze onafhankelijkheid, nu zijn we 2023. Heeft politiek Suriname, de Maron gemeenschappen, altijd gemanipuleerd, de inheemse gemeenschappen altijd gemanipuleerd, misbruik in vele vormen. Als ik een voorbeeld mag aanhalen van de grote leider Jopie Pengel, meneer de voorzitter, in 1963, na het overlijden van de Grama Akonto Velanti, moest Grama uiteindelijk wel Grama Gasong benoemd worden. En de premier kwam in het gebied, of liet boodschap naar het gebied sturen, dat na de rouwperiode, of tijdens de rouw, wanneer de Grama Akonto Velanti begraven is, dat hij de Grama Gasong zal gaan benoemen en beëdigen, meneer de voor, of installeren, meneer de voorzitter. En om te zien hoe lang we geen rekening houden met hoe de mensen zich en hun samenleving benaderen. En uiteindelijk, het rouwperiode van de Grama Akonto Velanti was niet afgelopen en de premier was daar om Grama Gasong te benoemen. Ondanks alle momenten om dat niet te laten gebeuren, de verschillende commissies onder leiding van zoveel figuren gestuurd naar Grama Gasong en hij steeds heeft aangegeven dat dat niet zal gebeuren, want volgens de tradities en de gebruiken van de Okanisi zal dat niet gebeuren totdat het rouw officieel, de rouw officieel is afgesloten. En de samenleving zelf de Grama heeft benoemd, of althans beëdigd of ingewijd. Daarna heeft het nationaal gezag of Paramaribo gezag de ruimte om in te komen, meneer de voorzitter. Heeft de premier Pengel zich gehouden daaraan en in een setting met Grama Gasong, toen nog geen Grama, liep het bijna uit de hand. Want daar komt een tibio kwatapu. Want dan heeft niemand meer oor voor elkaar. Midagi minowani en golek fayuwani. Juwan taka mus golek fayuwani. En dat zou een moment van abofataal. Meneer de voorzitter, Pikin Saron is geen ander voorbeeld. Wanneer de Maron gemeenschap, de inheemse gemeenschap, aangeeft van dit is de manier hoe wij willen dat u ons behandelt, heeft de Surinaamse autoriteiten, zoals ze zich heel graag noemen, de overheid, ons nationaal bestuur, heeft altijd geweigerd te werken volgens de manier hoe de mensen heel graag benaderd willen worden. Meneer de voorzitter, we hebben het gezien in het periode van de tweede. Moet u even vertellen? Dit is de wet grondrechten, tribalen, volken en de inheemse. Die stond al een tijdje op de agenda. Het was eigenlijk afgelopen dinsdag als het de bedoeling op de agenda kwam te staan. Het is niet doorgegaan. En dus dit is dus een commissie waaronder meneer Canapé erin zit. Mevrouw Vreedzaam die van gesproken. Er zijn een paar mensen die in de commissie zitten. En er wordt dus nu gesproken, want die wet wordt nu eindelijk in orde gemaakt. De heer Moustadja die heeft net gesproken, die was ex-minister Binnenlandse Zaken. Hij zegt in 2010 heb ik dit ook al voorgedragen. En er is een beschikking van, misschien kunnen we langs die lijnen werken. U ziet het dus, dit is al een hele tijd bezig. En ze zijn allemaal blij dat het eindelijk nu, lijkt het alsof het nu body gaat krijgen. Dat die wet inderdaad
zal gaan werken. De heer Bouw heeft gevraagd wat zijn de randvoorwaarden. Zijn vraag gesteld aan mevrouw Veetsa. Maar dit is dus niet alleen naar aanleiding van Peking Sarong. Dus daarom kom ik het even vertellen. Het is een wet die al een tijdje in de voorbereiding is. Met de X-aantal commissieleden. Mevrouw Veetsa, heer Canapé. Wie nog meer? Nog een paar mensen. En die gaan dus hierover praten. Meneer Gayadin, maar die is er niet, die is voorzitter van de commissie. En dat wordt dus nu besproken. En langzamerhand gaat men werken om die wet eindelijk, na zoveel jaren, net wel, een body te geven. Dus we gaan weer terug, dan weet u waar het over gaat. Dit heeft allemaal te maken met gronderij. Organisatie en vereniging ligt in het hart van Maronage, meneer de voorzitter. De organisatie daarvan tot uitvoering van alles allemaal, was allemaal actie van bondgenootschap, loyaliteit, gemeenschappelijke doelstellingen. Meneer de voorzitter, de Maron komt uit een enorme gevoel van voor zelfbeschikking, waarde voor collectieve bewustzijn en collectieve voortbestaan, meneer de voorzitter. En dat is niet hun aangeleerd door geen enkele blanke en door geen enkele opvolgers van jas en dassers van de kolonisatie tot aan de volgende orders, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, dat wij vandaag aan de dag zoveel van de leden van de Maron gemeenschappen hier hebben en de inheemsen aan de Wandewani. Ontwikkeling is altijd uitgebleven. Daarnaast het feit dat het zoveel keren is beloofd en zelf vastgelegd in onze kiesregeling van positieve discriminatie. Meneer de voorzitter, daarvan niks terecht. En daarom vind ik het oordeel van constitutioneel zo onterecht. Meneer de voorzitter, want vandaag de dag, we bij een gasbom naar foto 50 of 100 kolo en het kost 1000 tot 1200 SRD in het Tapanahuni gebied. Een politiek systeem met het is bijna 6 uur, meneer de voorzitter. Allemaal, ik weet niet waarom ze zo leeg is. De mensen zitten konden dit vanaf onafhankelijkheid. Of daarvoor bij overname. De ones aan bijna is bij de Wisman toe. Maar dan niet de camera in de show toe. Nee. We gaan respect opbrengen voor de meneer de voorzitter, ik trek mijn woorden terug. Dank u wel. Ja, ik wil dat ook zelf de opzeggen van zij in 1980 laat hebben overgenomen. Lid, kan het alleen maar een moment van rust kunnen. Ik ga lid vreedzaam interruptie toestaan. Ja, lid vreedzaam. Voorzitter, de spreker heeft gesproken over politieke beïnvloeding, voorzitter, binnen de gemeenschappen. Om inderdaad de verdeel en heers dat zo wordt gecreëerd, voorzitter. En het systeem, het traditioneel systeem, zoals hij dat zegt, te corrumperen, voorzitter. En ik ga u zeggen, als we kijken naar wat er gebeurt binnen onze traditionele gezag, voorzitter. Dat inderdaad, voorzitter, mensen worden benoemd als basha's, als kapitein, voorzitter, zonder inspraak. Zonder tradities in acht te nemen, voorzitter. En ik ga u zeggen, voorzitter, wanneer de politiek denkt om dat te misbruiken en bij de inheemse te komen, voorzitter, want ik hoor geluiden vanuit de zuidelijke dorpen dat men dat wil doen, voorzitter, gaat u ons wel aan de stok krijgen, voorzitter, regering. Ik kan het duidelijk aangeven. Er zijn tradities, voorzitter. En de tradities zijn niet zomaar ontstaan. Dus ik vraag aan de politiek, ik vraag aan de regering om daarmee rekening te houden. En dat systeem, de tradities, de gewoontes niet te corrumperen, voorzitter. Zo gaat het niet bij de inheemse en wij willen dat ook niet hebben. Ik weet niet van de andere gebieden, maar wat ik weet, voorzitter, dat wij niet zullen toestaan, dat de inheemse leiders niet zullen toestaan, voorzitter, dat de systemen worden gecorrumpeerd met de politiek, voorzitter. Want dat brengt alleen maar
verdeel en heers. En ook weer te zien, voorzitter, in wat er in Pikisaren gebeurt. Dank u, Leed Jones. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij allen beseffen dat dit een heel belangrijk probleem is. En het zou goed zijn als wij inhoudelijk ingaan op die wet, om ervoor te zorgen dat wanneer we van hier gaan, dat we trots kunnen zeggen dat wij als Nationale Assemblee aan een document hebben gewerkt, een stukje wetgeving hebben gewerkt, waar de mensen die daarboven zitten trots kunnen zeggen van, hey, als eerste bewoners van dit land is er een start gemaakt aan iets wat eigenlijk ons toebehoort. Wij zijn allemaal gasten hier op hun grondgebied en ze hebben ons ontvangen. En wij hebben op een of andere manier door het systeem, lijkt het alsof wij over hun roelen. Voorzitter, wat ik hiermee wil bedoelen is dat we in alle rust die wet moeten behandelen. En verdeeld en heers en vingerwijzing en dergelijke kunnen we allemaal doen, maar dat schieten we niet op. Belangrijk is, als er gesproken wordt over verdeeld en heers, voorzitter, moeten we waken dat we het niet brengen in een groter plaatje. Want oneindelijk, voorzitter, door alles wat op Pikisaren gebeurd is en alle andere gebieden, hebben we ook gemerkt die polarisatie in de samenleving. En wij juist als samenvolksvertegenwoordigers moeten proberen om juist die eenheid te vormen en uitdagingen waarin we zitten gezamenlijk op te lossen. Dus ik doe een beroep op natuurlijk alle mijn collega's, maar ook tegelijkertijd de spreker, om die lijn vast te houden, waardoor we in harmonie die wet tot stand kunnen brengen. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd. Dank u wel, een heel belangrijke bijdrage, Led Jones. Ik heb niks meer aan toe te voegen, maar dan te ondersteunen uw oproep om technisch naar die wet te kijken en een bijdrage daartoe te leveren. De mensen die naar ons kijken, waarvoor we hier zijn, hebben niks aan polariserende opmerkingen en zo. Maar gewoon een betere wetsproduct. Ja, ik ben blij met de bijdrage van Led Vreedzaam om aan te geven. Ik heb wat technische voorstellen. Ik ben niet daaraan toegekomen om die te presenteren, maar ik ga ze schriftelijk sturen naar de regering. Waarom? Omdat we een betere wetsproduct willen. Ja? Dus die oproep heeft ingaan bij de voorzitter en ik drop het voor alle leden. Ja, lid Bouva. Ja, voorzitter, dank voorzitter. Ik ben blij dat u dat erkent en in één adem noemt u twee sprekers, lid Jones en het Vreedzaam inderdaad vanuit de NDP-fractie die alvast hebben getoond, voorzitter, die bijdrage te willen leveren. En dat mag u verwachten van de NDP-fractie. Maar voorzitter, vooralsnog, al bij de aanwezigheid, voorzitter, van de overige fracties van het parlement, is het bedroevend. Nauwelijks 2 van de 20 leden van de fractie van de VAP zijn op dit moment in de zaal. Nauwelijks 3 van de 10 van de ABAP zijn op dit moment in de zaal. Bij de regering, voorzitter, de president, ik weet niet wat de president is. Ik weet niet wat de rest van het regeerteam is. We zien wel een van de nieuwe ministers hier. De VP hebben we de hele dag niet gezien, voorzitter. Waar is de VP? Ik ga even omlopen om te kijken wat hij zegt. Leden van de andere kant zijn weg. Ik kan het niet zien van waar ik sta. Dus we gaan nu de andere kant op. We gaan even kijken. Om afwezig te zijn. Deze was het meest belangrijk, voorzitter, om niet de actieve rol en bijdrage te tonen. Dus dan wat die oproep ook doen is, het is een politieke boodschap, maar een serieuze politiek nog kan. Dit kan niet. En wanneer we zeggen we willen het doen, laten we het serieus doen, voorzitter. En wij gaan door met de behandeling. Maar ik doe oproep dat bij de volgende behandeling hier de regering voortellen aanwezig moet zijn en overal hier, voorzitter, alle leden aanwezig zijn in het belang van onze inheemse en onze Maron. Dank u wel. Dank u wel. Ook weer oproep ondersteunen, Rick Bouva, als een van de 51 leden in het college. Lid Panissen. Voorzitter, ik ben blij met uw oproep dat we de wet tot een goed project moeten maken dat we technisch kunnen kijken. Dat is één. We maken ons als NDP zeker druk om de ontwikkelingen die zich voltrekken in de samenleving. Als we, en we zijn niet blind, en we zijn niet doof. Kijk u maar
naar de etniciteit die polarisatie wat opdoet, voorzitter. En ik roep de regering op om het voorbeeld te geven dat departementen niet India-achtig of Afrika-achtig ingericht worden, voorzitter. India. Maar laten we naar Suriname kijken. Laat de regering het voorbeeld geven dat we te maken hebben met Suriname, met de aantrekkingen, met alles aan faciliteiten, etc. Maar daar komen we verder dieper op in. En dat wij zeker deze wet niet behandelen in een sfeer van polarisatie, maar in nationaal belang tegen de achtergrond van de achtergestelde voorzitter. Daar kunnen we niet anders dan als NDP een oproep doen, want we zijn niet blind en we zijn ook niet doof. En we merken die polarisatie wat in de afgelopen 2 jaren enorm opdoen, voorzitter. We hebben meer dan 40 jaren ons best gedaan. Meer dan 40 jaren ons best gedaan om zaken in goede banen te leiden. En het is niet zomaar die social lobbypolitiek die we prediken, maar ook daarnaar handelen. Laat anderen dat niet alleen met de mond verkondigen, maar daadwerkelijk daarnaar ook handelen, voorzitter. Daar doen we een oproep. Als partij, als fractie, voorzitter. Ik dank u voor uw medewerking. De meeste van ze gaan even in de kantine zitten, denk Asabina. Ik. Drinken wat en komen dan weer terug. Voorzitter, bedankt. Maar is wel erg ook bedroevend. Ook wij van de fractie, voorzitter. Zeer bedroevend. Mijn zet pad, welke is uitgezet door collega Jones, willen we aanbieden, voorzitter. Dat we niet met emoties, voorzitter, naar het vraagstuk kijken. Maar dat ratio, voorzitter, prevaleert, voorzitter. Boven emotie, dat we ons niet onpersoonlijk opstellen, voorzitter. We moeten gaan voor rechtvaardigheid, we moeten gaan voor een win-win situatie. Laten wij ons niet laten beïnvloeden of leiden, voorzitter, door een spierballen taalopstelling. Het is niet goed, het is een nationaal vraagstuk. En soms wees je de vinger naar iemand anders, voorzitter, dan kan je naar de richting komen met je. Dus wij hebben, het zou ideaal zijn en mijn gevoel zegt mij, voorzitter, dat we daarin zullen slagen. Dat alle 51 parlementariërs zich positief zullen uitspreken over dit concept. Ja, voorzitter, laten wij nogmaals heel rationeel, emoties zullen hier en daar zich manifesteren, maar nogmaals, laat het gezond verstand prevaleren boven emoties. Ja. En dat we alles eraan doen. Het overgrote deel van de coalitie tegen de stenen trappen, is gewoon met niet aanwezig in met de zaal. Ons handelen. Dank u. Ook dank u wel, lid Asabina. Ook uw oproep plaatsen we in in context van zeer welkom, omdat we daarvoor willen gaan. Weliswaar wil ik even corrigeren met betrekking tot de ABO-fractie. Zijn het 7 van de 9? Net binnengekomen. 7 van de 10, ABO-PL. Maar nee, we gaan niet binnen niet goed praten, goed. Dat klopt niet. De coalitie, ja, goed, wordt een wetsontwerp, een wetsconcept besproken. Goed, lid Kanapé, de oproep van uw collega is heel duidelijk, dus ik hoop dat het ook ingang vindt om te gaan voor die de wet is, het is een technische behandeling, dus er is nog niet een ruimte voor stemmen. Het is een technische behandeling, dus ze hoeven nu nog niet mee te werken. Het is gewoon luisteren naar de uitleg van die wet van de commissieleden die de wet hebben voorbereid. Dus er is nog geen sprake van meewerken in dit geval. Nee. We zien de oppositie. Meneer de voorzitter, we nemen mee op een aanmerking van de collega's een oproep om dit vraagstuk nationaal te benaderen. En vooral ook te kijken naar het rationele ervan. En misschien ook een stukje een beetje van emotie eruit te laten. Maar de SMP is er.
Meneer de voorzitter. Bivos. Ik was mijn adres in tegen soort zieke abi. Voordat je iemand een genezingsmiddel geeft, moet je de persoon eerst aangeven wat aan wat voor ziekte de persoon lijdt. En meneer Assiri zit daarvoor. En dit is een jarenlange ziekte geweest die de na obed kanape e opa mamuna. En dan begrijp ik de emotionaliteit van de collega's en het nationaal gevoel dat eruit voortsproeit. En in dat kader zal ik dan in die richting opgaan. En de discussie een beetje meer. Coalitie is nauwelijks aanwezig. Ik benadrukte dat van. Heb ik even net laten zien. Collectiviteit om aan te geven dat de gemeenschappen van de Maron en van de inheemse altijd al collectiviteit en tradities hebben gehad. Om aan te geven. Want ik heb een verslag hier van KKF. Ik denk dat het parlement het ook heeft gehad, de commissie heeft het gehad. En de ondertiteling ervan is één en ondeelbaar multicultureel Suriname verenigd voorwaarts in ontwikkeling. Meneer de voorzitter, deze uitspraak is niet nieuw bij mij. Niet nieuw bij mijn vader, niet nieuw bij de gramang van de Okanisi, mijn bed grootvader, de Pansa Kanape. Het is niet nieuw bij hem. En hij heeft geleefd in 1900, hij heeft de leiding gehad over de Okanisi gebied in de eerste 10 jaren van 1900. En deze eenheidsgedachtegang van Winawang, Wambrada Nangawang Sisa, is niet nieuw bij hem geweest en het is ook niet nieuw bij mij. Ja, maar de voorzitter, soms in de we moeten zulke uitspraken niet gebruiken wanneer het ons goed gezind. We moeten het in onze daden laten zien, zoals Gaagde Lid Parmisser dat aangeeft. In onze daden, dat elke Surinamer de Surinaamse beleving evenwichtig ervaart. Dat pas hem pas om maar ervaart als er aan beleven. Maar als de Surinamer nu van Apetina de vraag wordt gesteld, van je virus reflex er aan. Alleen de verkiezingen maken ons als binnenlandbewoners tot Surinamers. En wanneer er wordt aangehaald dat er een grondwet is, we weten niet welke positie de grondwet van Suriname ons toeschrijft als rechten, als mensen. En mensen vinden we moeten ons allemaal gedragen als Surinamers. Alsof we allemaal weten wat een Surinamer is. Alsof we allemaal dezelfde Surinaamse beleving hebben. Mijn toespraak eindigt altijd met een punt waar we gezamenlijk moeten optreden. Maar ik vind het maar zeggen, je praat in een maand en dat we meten naar Bakadina. Dat is de bedoeling van de inleiding van mijn toespraak, meneer de voorzitter. Omdat ook hier in dit verslag liep de gedachtegang die tot mij, tot Papansa heeft gesproken. Dezelfde gedachtegang die gesproken heeft tot Gamang Akontu Felanti. Dezelfde gedachtegang en uiting die gesproken heeft tot Gramang Dasoma Todja. Dezelfde gedachtegang die heeft gesproken met Gramang Agbago Aboykoni om zijn leef- en woongebied onder water te laten gaan in het belang van ons allen, onze een en ondeelbaarheid. En pas in 2010 hebben burgers in Brokopondo telling no de mijn struggle voor potstroom die de mij. Dan is die een en ondeelbaarheid toch het kunnen peren van
het ideologisch zijn van iemand, dezezelfde een- en ondeelbaarheid, is vice-president geweest van dit land. Meneer de voorzitter. Dan ook dat kanapje en zorving. Maar ik moet u aangeven dat wanneer wij zeggen één Suriname, ervaart niet elke Surinamer het Surinamer zijn als hetzelfde. Daarom is het belangrijk dat wanneer je beleid maakt, dat je rekening houdt dat mensen een eigen conceptie hebben van dit land. Meneer de voorzitter, met 1975 en de afspraken met de kolonisator om dit land af te staan aan ons om het te besturen. Is er meeting geweest met de Gramangs van ons in het binnenland? En er is aangegeven Una wang. Inaf prata kon inaf tegagro, want toen al grondrechten al vastgelegd zijn in de documenten die waren voorbereid. Maar het geloven in de corrupteling die jouw ideeën en je basisdenken en jouw benadering van collectiviteit misbruikt. Meneer de voorzitter, ga je mee. Maar uiteindelijk het resultaat zie je nergens. En dat is gaan gebeuren met zoveel programma's die zijn opgezet om onze binnenlanden in ontwikkeling, naar ontwikkeling te brengen. Stichtingen zijn opgericht van hier naar Ik denk dat ik er zo uit ga. Wordt heel veel gezegd. Er wordt heel veel gepraat, maar weinig gezegd. Mijn data gaat eraan. Ik heb, en het is ook al over 6. Ik ben ook al een beetje moe van vanmorgen bezig. Er wordt heel veel gesproken en men is niet concreet. Ook de heer Canapé vind ik niet concreet. Heel veel woorden, heel veel woorden. Wat zegt hij eigenlijk? Ja, we zijn achteruitgesteld, de kolonisator is geweest. Daarna is het ook niet goed geregeld, inderdaad. En nu zijn ze bezig met de inleiding van een conceptwet dat al in de maak is. De commissieleden hebben zich over gebogen. Ze zijn al een tijdje bezig. De commissie die is bezig met die wet voor te bereiden. Nou, dan gaan ze dus nu allemaal, alle commissieleden krijgen dus de ruimte om te praten. Mevrouw Vreedzaam gehoord, die was voor mij ook vaag. We hebben meneer, nu meneer Canapé, ook vaag. Ik hoor veel. Maar ik kan niet echt dat ik iets concreets heb gehoord. Het zal wel aan mij liggen dat ik moe ben. Nou, laten we daar ook wel. ik vind het goed. Ik denk het is ook een kunst om heel veel te praten, maar weinig te zeggen. En de heer Canapé heeft het over, gaat overigens dat hij zich schaamt zonder te kijken naar de politiek. Ik denk dat meneer Canapé zelf vergeten is dat hij ook snel gronden heeft gekregen. Terwijl andere mensen wachten, ook dat is corrupt, ook dat is niet eerlijk. En dan snap je toch niet zo goed, hè? Dat, en dat geldt voor iedereen bijna, die dan uitspraken doen en tegelijkertijd hun eigen daden niet helemaal synchroon lopen met wat je zegt. En dat is, het is niet altijd makkelijk, maar ik denk, zeker in zulke posities, meneer Canapé heeft ook beschikkingen gekregen, te snel. Hij had nauwelijks gevraagd en die anderen kregen die al, die hebben niet gekregen die al jaren wachten. Dan is het lastig als je dan zegt mensen zijn corrupte mensen, je moet je schamen. Dan denk ik, ja, moet ons denk ik, veel van ons worden ons moeten schamen. Maar goed, ik ga eruit mensen. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben allemaal nogmaals. Dit is dus de inleiding van de commissieleden die praten over een conceptwet. Dat al een tijdje bezig in de voorbereiding is. Wat ik ook inderdaad triest vond, dat er zo weinig mensen van de coalitie aanwezig waren. Ze waren in het begin wel aanwezig en sommigen zitten dan hier beneden. Heb je dan zo'n kantine waar je dan zit, je kan je alles horen en volgen. Maar dan zit je niet in de zaal, je bent wel aanwezig. Maar het is toch voor het beeld, voor de beeldvorming goed dat u daar zit, ook om uw partner te ondersteunen. Want de ABO maakt deel uit van de regering. Mevrouw Veetzaam van de NDP, want wanneer er commissies worden samengesteld voor het maken van een conceptwet, dan zijn er zowel coalitie als oppositieleden bij. Mevrouw Veetzaam
is in de oppositie, maar zit ook in de commissie. En zo zijn er ook een paar anderen die in die commissie zitten, samen met de coalitie. Maar goed, het is een kunst nogmaals. Ik hoop dat, dat ik dat niet doe. Veel praat en weinig zeg. Maar goed, ik ga eruit mensen. Het was mij een waar genoegen om u de hele dag ook weer op de hoogte te houden. Zelf kom ik heel graag in het parlement vanaf ik klein ben. Ik vind het, vanaf ik 9 jaar ben, kom ik in de statenvergadering hier. Dus ik vind het wel altijd wel prettig. Maar soms denk ik van, kunnen we concreet korter zijn en helder zeggen wat we willen zeggen? In plaats van een heel lange verhaal. Maar ja. Ja, zeker. Ik ga proberen te komen. En ik wilde eigenlijk ook met de... Misschien moet ik ze vragen of ik wil Basha Sabayo roepen voordat ik eruit ga. Een van de mensen van de FITS. Kijken of ze willen praten. Laten we dat eens proberen. Dan heb ik toch mensen het gevoel dat ik hier heb gedaan deze uren. Enigszins zin in. Momentje, gaan we even proberen. Kijk of mevrouw. We praten over indicatieve kaarten. En het is ook zo koud hier binnen. Hoe weet dat? Al deze dingen blazen volop. En nog van hier en daar werden we gevoerd. Werd ook de demarcatie. Werd ook traditioneel gezaagd. Ik denk ook... Even 5 minuten spreken. Grondrechtelijke kamer. Ik ga de dingen schuiven hier. Het blaast heel hard. We vragen er eventjes wat zij ervan tot nu toe van vindt. Zij zitten ook de hele dag hier, de inheemse mensen. Het grondrechtenvraagstuk speelt al een tijdje. Dus we gaan kijken of ze wat wil zeggen. En dan ga ik naar huis. Ik heb mijn zoon op vakantie, die ziet me bijna niet. Mama is de hele dag weg. Oei, oei, oei. Volgende maand ga ik op vakantie. Mijn zoon heeft mijn ticket. U weet het, mijn zoon krijgt een eerste kindje, of tenminste hij niet, maar... En ik kreeg een kleindochter, mensen, kinderen. Dan gaat er aan om je zo leren omgaan. Ik wacht even op de voorzitter van de FITS. Ik heb al 2 parlementariërs gevraagd, Sandra, om stukken te sturen van mevrouw Forswijk. Ze komt nog niet, ze zit nog even, ze is aan de telefoon. Maar het is koud daarbinnen. Kijken of ze komt en anders ga ik naar Oslo. Basha. Daar komt ze. Ze komt eraan. Even kort wat vragen wat ze tot nu toe vindt. Vindt wat ze het verwacht ervan. En dan ga ik naar huis. Ik ga naar huis. Ik denk, voor ik naar huis ga, wil ik toch nog even vragen. Het is een lange dag. Ik ben live. Wat vond u ervan tot nu toe? Is dit wat u verwacht had van een conceptbespreking? We kunnen het niet anders verwachten. Dus we blijven nog liever geduld. Ja, en hoe het gegaan is om de situatie te bespreken van Peking. Saron, bent u tevreden hoe de president daarover op in is gegaan? Nou, eigenlijk willen we pas morgen daarover praten. Okay. Omdat we nog bezig zijn te onderhandelen, nog bezig zijn te praten. Okay. Dus om geen verwarring te brengen willen we dan uit respect. Na morgen gewoon ja, uit officiële berichten. Ja, want morgen heeft u gesprek met de president weer? Nee, maar morgen hebben we onderling. Onderling. Ja. Nou, je bent allemaal van Peking Saron, Waka... Allemaal zijn hier naartoe gekomen. Is een lange dag? Ja. Maar wat is uw algemeen gevoel? Tevreden? Gaat het de goede kant op zoals die rechter, mevrouw Vreedzaam, is begonnen om een inleiding te geven over wat er allemaal moet komen staan in die wet? Kunt u zich daar nu toch in vinden? Nou, dat zeg ik. Ik wil echt morgen daarop reageren. Oh, pas morgen. Ja. Oké. Okay. Oh, ja. Dank u wel. Succes. Ja, ik ga naar huis. Ja. Oké. Okay, ja. Goed. De voorzitter van de FITS, dat is mevrouw Maureen. Mevrouw Fernandes die zegt, pas morgen gaan we reageren, dat heb ik ook te respecteren. Dus moeten we tot morgen wachten. En dan zal ik waarschijnlijk van hem ook een bericht krijgen. Het is nu mijn horloges bandje is stuk, ik denk iets van 7:30. Ik ga naar huis.
En we zullen zien wat het wordt. Voorlopig zijn ze nog bezig met praten. U kunt het ook volgen verder hoor. Via Facebook, denk ik, of via dna.sr. Dan kunt u het volgen als u nog verder geïnteresseerd bent. Ik ben moe. Ik ga naar Ozo. Tot morgen, even na 9. Ik denk dat ik even langs ga bij oma om even weer energie op te laden. Ciao, ciao. En tot morgen of misschien tot later bij oma. Ook wel een beetje te lachen na alle stress. Ciao, ciao.